Bij een ongeluk met een bootje in Schravenzande is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. In het bootje dat de oever op is gevlogen, bevond zich een jongen van naar schatting een jaar of 15. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De 35e editie van Parkpop is zondag weer gehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Duizenden mensen bezoeken het grootste gratis toegankelijke openluchtfestival van Europa. En ook dit jaar weer lokale, nationale en internationale artiesten. Ruim 200 lopers hebben meegedaan aan de start van de sponsorloop van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De opbrengst van de loop is bedoeld voor het inrichten van een familiekamer op de spoedeisende hulp. In deze kamer kan de familie in alle rust bijkomen en wachten, terwijl het familielid wordt behandeld door de artsen en verpleegkundigen. Grieken in de regio maken zich zorgen over de situatie in hun vaderland. Nu de onderhandelingen met Europa stuk gelopen zijn, is een faillissement van het land dichterbij dan ooit. Dat betekent dat er straks geen geld meer uit de pinautomaten komt. De broers Kyakos hebben een restaurant in Den Haag en dagelijks bellen ze met de familie in Athene.